Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast Menno Wij. Menno, je bent van Vraag Hugo. Ja. Wat doen jullie? Ja. Vraag Hugo is in één zin een platform waar je als ondernemer zelf een aantal van je contracten op maat kunt maken. Je huis, tuin en keukencontracten. Zonder dat je nou met een dure advocaat of een dure jurist moet bellen. Maar je bent ook een dure jurist toch zelf, of niet? Een hele dure jurist, ja. Ja, ik ben van huis uit advocaat op het gebied van technologie, media en communicatie. Dus Engels zeggen altijd mooi een tech lawyer of een tech advocaat. Dat klopt. Maar je hebt die dure jurist Menno niet voor alles nodig. Daar waar voor jullie gevoel ik geen waarde meer toevoeg. Omdat je denkt dat als je even op internet zoekt met een Google opdracht. Vind je 10.000 hits voor bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst. Wil je denk ik niet dat ik dat voor dat tarief van mij voor je doe. Maar wil je dat snel eenvoudig zelf kunnen doen voor een prijs die meer value toe voor money biedt? Dus zeg maar, dit zijn meer de standaard is misschien niet het juiste woord, maar de eenvoudige oplossingen? Ja, het is dus gericht op zeg maar de ZZP'er en binnen het MKB, dus de kleine ondernemer. Je hebt gewoon algemene voorwaarden nodig, je hebt misschien een arbeidscontract nodig, een overeenkomst van opdracht. Een geheimhoudingsovereenkomst. Dus inderdaad simpele dingen waar je allemaal als ondernemer tegenaan loopt. En nogmaals, waar je het gevoel van hebt dat een jurist of een advocaat of een kantoor geen waarde meer toevoegt, omdat je daar 100 of 1000 euro moet betalen. Nou, toch zei je net. Zo'n rommelaar die dat al heel lang doet, die denkt, ja, weet je, al die dingen zijn hetzelfde, al die huurcontractjes. Ja. En wat je zegt, ik google dat en je kan overal standaard huurcontracten downloaden. Ja. En dan volgens mij hoef je alleen maar een paar namen en de data en de termijn te veranderen. Over het algemeen klopt dat dan wel ongeveer. Waarom zou ik nou bij jullie dat weer laten doen voor 79 euro per contract? Omdat je het op maat maakt voor jezelf. Dus ik vind het grote verschil met knippen en plakken, waarbij ik nog wel met jou de uitdaging aandurft of je daadwerkelijk denkt dat je het goed hebt gedaan. Ervan uitgaan dat je er misschien niet voor hebt geleerd. Dat is natuurlijk wel waar je als jurist of als advocaat waarde kunt toevoegen. Maar de gedachte achter Hugo is nou juist dat je zeker weet dat je met een slimme vragenflow aan de achterkant, dat Hugo jou de juiste vragen stelt en je dus absoluut weet, dit is inderdaad voor mij goed op maat toegespitst voor de situatie waarvoor ik het nodig heb. En ik denk nogmaals dat als je gewoon even Google iets zoekt, daar steek je ook echt je hand van in het vuur. Want natuurlijk. Ik heb net jullie platform gebruikt, want ik moest toevallig nog ik verhuur nog ergens wat kantoorruimtes. Ja. Dus ik moest nog een huurcontractje maken. Dus ik heb dat, dat gaat inderdaad fantastisch. Ik doe dat altijd, hè, tijdens de uitzendingen. Ja. Nee, maar ik moet mijn naam en dan van de huurder en de termijn en hoeveel het moet kosten. En inclusief BTW, exclusief BTW, En dan rolt er zo'n contract uit. Maar ik ben na 5 minuten klaar. Maar ik denk, wat is hier nou anders aan dan wanneer ik inderdaad dat gewoon had gedownload en had geknipt en geplakt? Want het kost me wel 79 euro. Omdat ik of 74, hoeveel was het? Ja, 79 euro voor een document. Ja. 149 euro voor een jaarabonnement of volgens mij 14,95 per maand. Die middelste vond ik weer een koopje. Ja, 2 heb je er al. Maar je moet er altijd 3 hebben. Maar je moet ook altijd 3 hebben, hè? Zodat je de middelste neemt. Nee, maar daar maak ik geen geheim van. Dus, en misschien heeft Hugo ook nog gezegd, goh, je hebt nu een huurcontract gemaakt. Misschien heb je nog dat of dat nodig. We doen natuurlijk wel binnen Hugo de sales. Maar de bedoeling is dat zodra je denkt dat je nog een document nodig hebt, ben je goedkoper uit om het jaarabonnement te nemen in plaats van 2 losse documenten. En dat is exact wat jij terecht zegt, waar we je naartoe. We willen graag dat je natuurlijk dat abonnement neemt, willen, hè? Recurring revenues, zoals de Engelsen dat zeggen. Ja. Nogmaals, ik denk dat het lastig is om te beoordelen of je met een voorbeeldje op internet het goede neemt. En vanuit Hugo zeggen we weten zeker, wij staan voor die kwaliteit, dat kan niet anders. Als ergens hier in de buurt wordt gezegd, wij serveren verse koffie, je gaat niet naar binnen in een koffiehuis. He, als de koffie niet vers is, dus dat noem ik dan maar een hygiënefactor van permission to play. Het moet goed zijn. We staan met Hugo natuurlijk voor de content. Maar de toegevoegde waarde is, door die vragenflow, wordt het wel voor jou op maat gemaakt. Maar even dat op maat, hè? Want
hoe ver gaat dat dan? Dat je, jij hebt het net ingevuld, maar misschien kan jij me dat vertellen. Want wat betekent op maat? Ja, op maat natuurlijk snap ik dat jij jij in de partij bent en dat je een andere partij hebt. Die op maat snap ik. Ja. Maar hoeveel kunnen de contracten verschillen tussen verschillende klanten? Nou, dat hangt denk ik af van het type contract. Maar laat ik dan even een geheimhoudingsovereenkomst als voorbeeld nemen. Er zijn al, denk ik, 3-4 redenen te noemen waarom je met een andere partij samen iets wil bekijken. Waarbij je zegt, nou, ik wil mijn informatie geheim houden. Misschien wil die andere partij zijn informatie ook geheim houden. Dus je wil samen een mooi avontuur aan en je wisselt informatie uit of de een wisselt uit. Nou, bam, heb je al een afslag. Aan welke kant zit je? Ben je de partij die de informatie verstrekt? Of ben je de partij die informatie verkrijgt? Bam, heb je alweer een afslag waarmee wij binnen Hugo vanuit natuurlijk andere artikelen gaan opereren. Als het om jouw informatie gaat, hecht je veel waarde aan dat als iemand met die informatie ermee vandoor gaat, dat je met een boete om de oren kunt mappen. Of zeg je, ik vertrouw in het systeem in Nederland en ik ga naar een rechter en ik wil daar met de gewone rechtsmiddelen iets doen. Nou, zo zijn er allemaal afslagen die uiteindelijk bepalen welke Lego-blokjes, welke elementen aan de achterkant er door Hugo in worden gezet. Maar ik hoop dat je met je gevoel krijgt dat wij vanuit veel versies voor één en hetzelfde document, een NDA, geheimhoudingsovereenkomst, dat we met veel varianten aan de achterkant schakelen, al naar gelang wat jij op de vraag antwoordt. En dat zijn soms ook open vragen, hè? Dus niet altijd maar een vier keuze. Hey, en nou even over jullie technologie, want ik herinner me steeds al een paar jaar geleden, wij gaan elk jaar naar de Southwest in Amerika, een jaar of 2-3 geleden denk ik. Artificial intelligence is natuurlijk het hippe begrip van dit moment, maar dat was toen daar ook al. En er was een start-up en die zei, ja, weet je wat, wij checken gewoon eigenlijk, zeg maar, noem maar 1000 contracten en die kunnen we allemaal vergelijken. Dus zij deed het eigenlijk andersom. Ze zeiden, als je een contract voorgelegd krijgt, stop hem er bij ons in en wij vertellen je of het een goed contract is. Wat zit er bij jullie aan de achterkant? Welke rol speelt technologie? Ja. Mijn blik daarop is, er zijn 3 stappen. Er zit heel veel kennis in iedereen zijn hoofd. Of je nou advocaat bent of waar jullie goed in zijn. En artificial intelligence wil zeggen, je moet er eerst moet je met de E van intelligence iets doen. Dus het begint met het gewoon letterlijke digitaliseren van informatie. En dat artificial betekent dat je er vervolgens nog iets slims mee kan, voorspellend vermogen, et cetera. In alle eerlijkheid denk ik dat Hugo in zijn huidige vorm geen artificial intelligence is. Het is een hele slimme vragenflow waar een jurist met een ontwikkelaar, en dat is dus het antwoord op jouw vraag, proberen om een contract zodanig plat te slaan dat je als niet-jurist er wel iets mee kan. Dan moet je ook keuzes durven maken. Dat vinden juristen soms best wel eng, want er zijn wel 100 wegen die naar Rome leiden in contractenland. Maar je moet het plat durven slaan. Maar op een manier dat je wel nog steeds iets hebt waarvan je weet, dit is wat ik nodig heb en hier hou ik het ook droog als ik in problemen kom. Een contract is net als met je huwelijkse voorwaarden, die trek je uit de kast op het moment dat het misgaat. En zolang het goed gaat, liggen die dingen gewoon te verstoffen. En vanuit die situatie schrijven wij iets op. En de developers hebben ons helpen om het plat te slaan. Ja, en je zoekt daarin natuurlijk altijd de middenweg. En sorry dat ik even afdwaal van jouw vraag, maar ik ga even terug naar mijn huurcontractje. Want ik ben altijd dingen aan het laat ik zo zeggen, dat is voor nu toch belangrijk. Jij bent de klant. Nee, maar, precies. Ja. Dus neem maar even dan een voorbeeld, want dan snappen mensen ook beter hoe het werkt. Hè. Ik heb daar niks over hoeven zeggen, maar jij schrijft in dit huurcontract dat mijn huurder zelf verantwoordelijk is voor het verrichten van kleine onderhoud en kleine reparaties aan de binnenkant van de bedrijfsruimte. Nou, denk ik, je wil mij er misschien op attent maken dat ik daar iets van moet vinden, iets moet, over moet opnemen in het contract. Dat zou kunnen, hè? Dat jouw doelstelling is. Want ik wil dat helemaal niet. Hij moet eigenlijk überhaupt geen onderhoud doen, want die man die heeft 2 linkerhanden. Die moet echt met zijn poten overal vanaf blijven. Nee, dat begrijp ik. Maar dan heb je de situatie dat je in ieder geval... Maar doe jij dat dan dat je zegt van je moet er wat over opschrijven? Dus dan denk je van nou ja, pas het aan als je dit niet wil. Of, die vrijheid heb je. Hè? Dus, of is er een reden dat dit in dat contract staat? Dus ik denk dat ik ben zelf geen huurspecialist. Dat is niet om me nou te disclaimen voor die content waar ik nou net zo over naar huis schreef. Maar ik ben echt ik heb een tech-achtergrond. Ik ben ervan overtuigd dat het staat er niet voor niks. Maar je hebt wel de vrijheid om daar uiteindelijk van af te wijken. Dus wat je ook kunt doen is als je zegt, nou, ik heb het gemaakt en ik heb nog wat wijzigingen doorgevoerd. Hè, kunnen jullie toch nog even over mijn schouder meekijken? Dat kan, hè, in dat platform. Dan kun je dat kan. Ja? Volgens mij heeft de chatbot je al gevraagd, kan ik je helpen? Zeker, ja. Ik weet niet of er nu mensen de telefoon opnemen. Als, dat is niet. Deze is het niet. Is dat
Maar we hebben ook gewoon een helpdesk, je kunt bellen. Nee, maar ik vind dat ook prima, ja. Dat je dingen, dat zou ik ook uitstekend vinden hoor, dat je dingen opneemt omdat je zegt, hey, daar moet je eigenlijk wel iets over opschrijven. Maakt niet uit wat je opschrijft, als je het maar benoemt, want anders kun je daar later weer gedoe over kijken. Ja, eens. Naar aanleiding van wat jij net vroeg, wat ik wel fascinerend vond van de dingen die wij op dit gebied hebben gezien, is dat er volgens mij wat een jurist aan waarde heel erg toevoegt, is dat jullie ook bijhouden wat er allemaal aan wetgeving is veranderd. Zodat je op een gegeven moment ook kunt zeggen van, hé, je moet wel even dat huurcontract voor jou moet je updaten, want er is een nieuwe wet en blablabla, en dat voorziet niet meer in belangrijke dingen. Klopt. Als ik nou bij jullie, krijg ik een alert? Ja. Dat zit er wel in? In het abonnement. Dus koop je een los document. Want dat vind ik namelijk wel interessant. Want dan kun je ook zo. Dan doe je het waarschijnlijk ook. Want dan zeg je, joh, het is verstandig dat je nog een nieuw los document koopt. Ik ben ook geen marketeer, maar ongetwijfeld krijg je dat misschien. Hè? Want je hebt dan eens goed een account gemaakt. Dus kan je nog eens een e-mail krijgen. Yeah. Maar in het abonnement zit absoluut geborgd. Is er iets vanuit dat er is allemaal nieuwe privacywetgeving. Is er iets veranderd waardoor jij je contract moet aanpassen, krijg je een alert. Volgens mij is het nu nog zo dat je dan het contract wel weer even opnieuw misschien moet invullen. Waar we naartoe willen is dat je uiteindelijk het nieuwe contract helemaal zoals je destijds zeg maar, hebt gemaakt. Dat die eigenlijk al helemaal voor je klaar staat. Conform dat maatwerk. Dus dat je je werk niet opnieuw, je huiswerk bedoel ik, niet opnieuw moet doen. Maar voor nu wel de alert en de nieuwe variant. Maar volgens mij moet je dan wel nog eventjes zelf weer tweaken, maar neemt geen uren tijd in beslag volgens mij. Dus. Hey, jouw kantoor heet Solf Advocaten. Ja. Dit kost heel veel tijd om dit te bouwen en op te zetten. Ja, we doen het ook niet alleen. Nee. Maar met wie doen jullie dit? We zijn met vier oorspronkelijke oprichters. Ja. Misschien wel even goed om te vermelden dat Solf niet zeg maar de formele aandeelhouder is, maar met een paar van mijn partners van Solf zijn wij één van de aandeelhouders. We hebben zeg maar de bouwer, Sens Leren. Ik noem ze de bouwer, maar eigenlijk zijn ze verantwoordelijk voor zeg maar de user interface en het design. Ja. We hebben Pim Baptiste, die nu ook de CEO is van Vrij Google van Ripple Starters. Hij zit in de hoek van de crowdfunding. Heeft zelf een gast geweest. Hier geweest. Ja. Oh, nou oké, dan hoef ik die niet verder uit te leggen. En we hebben een angel investeerder, Leon. Die heeft er gewoon vanaf ideefase heeft die, een investering voor het echte bouwen op tafel gelegd. Dat is het viermanschap waarmee we zijn gestart. Heeft Leon ook een achternaam? Ja, Leon Hablé. Huh? En we hebben... Dat ik niet denk dat hij van Mojo is, bedoel ik. Nee. Hij zit in de wereld van de food. En we hebben nog het InkPlus Fonds, waar ik overigens zelf ook betrokkenheid in heb bij InkPlus. Maar het InPlus Fonds heeft ook nog een investering gedaan. Dus we hebben nu twee keer een investering opgehaald. En we zijn ook nu weer bezig om een investering op te halen. En wat betekent dat met een relatie tot Solf? Nou, Solf, waar overigens ook hele goede afspraken zijn mee gemaakt. Maar Solf heeft wel voor een groot deel de content en de poppetjes geleverd. Zeg maar in de fase tot aan de soft. We hebben voor een soft launch gekozen. Goede lange beta testing met ook veel klanten van Solf. Daar zitten veel mensen in de techhoek die natuurlijk vanuit hun expertise dat leuk vinden. Ja, en die weet je, als je een keer als advocaat doorbelt en zegt, joh, wij zijn met iets bezig, mogen we nou eens jouw feedback vragen? Iedereen denkt natuurlijk, oh, dan sturen we je nog wel een keer een rekening. En terecht, want wij worden teruggepakt. Maar echt fantastisch hoe ze waren onwijs enthousiast over het idee. We hebben daar natuurlijk waanzinnig goede feedback op gehaald. Maar Solf heeft gewoon geholpen met Micha Schimmel, moet ik ook echt even vermelden, die noem ik altijd het brein van Hugo. Hij is degene die dat platslaan samen met die ontwikkelaars heeft ontdekt. Echt, je moet echt per contract gaan zitten om regel voor regel te analyseren. Waar zitten de variabelen? Wat zijn de vaste onderdelen? Ja, precies. Ja. Maar dan wel uiteindelijk natuurlijk zo min mogelijk vragen om jouw user experience niet te verpesten, zo goed mogelijk te maken. En we moeten het ook op een manier kunnen uitleggen die jij als ondernemer snapt. Ja. Maar is dat inderdaad nu geen mooi moment? Want dit vind ik eigenlijk wel heel goed dat je dat zegt. Want daar zat ik net even over na te denken. Ik heb de laatste tijd, ik lees niet zo vaak contracten. Maar ik heb recent wat contracten gelezen waar ik 20 keer moest lezen. En toen ik nog steeds dacht, wat staat hier nou eigenlijk? En ik dacht, die advocaten met elkaar, die hebben gewoon abacadabra bedacht. Zodat wij het allemaal niet snappen. Kunnen jullie nu in één keer niet die stap zetten? En dan ga je terugvragen, begrijp ik het goed, staat er dit? En dan zegt die ander ja. En denk ik, nou schrijf het dan op. Is daar niet ook veel winst te halen, dat contracten gewoon weer gewone mensentaal worden?
Ja, nou, daar zie je ook wel ontwikkeling. Hè. Er zijn rechters die nu in Jip en Janneke taal vonnissen wijzen. Ah, Jip en Janneke taal, dat is natuurlijk wel mooi. Maar gewoon, weet je wat een gewoon mens kan begrijpen. Precies, niet alleen gewoon de beroepstaal. Ja. Ja. Is alles in Hugo, zeg maar, vertaald naar ondernemerstaal? Nee, dat kan ook niet altijd. We hebben uiteindelijk ook gewoon met begrippen te maken die in wetgeving linksom of rechtsom staan. Ik zit nogmaals wat minder in het huurrecht, maar met gewone contracten het algemeen of privacy. Er zijn helemaal termen die de wet nou hanteert en daar moet je dan met z'n allen iets mee. Maar dat je in ieder geval in het maken van het contract de vragen waarop jouw antwoorden van belang zijn, zodanig formuleert dat je het snapt. En dat je ook weet, als ik dit zeg, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat dat uiteindelijk in de bouwsteen in het contract goed wordt vertaald. Dat is wel wat we natuurlijk ongelooflijk belangrijk vinden. En ja, zou je daar nog af en toe wat simpeler kunnen gaan? Ja, weet je, ongetwijfeld. Wat ik er fascinerend aan vind, dat is op een iets hoger abstractieniveau. En dat geldt voor wat jullie hier doen. Maar dan zou je ook in de notariswereld of al die werelden. Eigenlijk zijn jullie iets aan het maken wat direct concurreert met je eigen vak. Ja, beroep. Maar dat is een hele bewuste keuze. Bewuste keuze, ja. Maar dat vind ik altijd fascinerend. Ja. Als mensen dat doen en durven, want dat veroorzaakt nog wel eens wat controverse. Ja. Want mensen denken, ja, je de broodroof, je bent helemaal geen, hoe heet dat, iemand die huurcontracten maakt? Een huurrechtadvocaat. Maar je stelt wel naar business, want je hebt nu een tool dat mensen voor... Ja. €74 dat kunnen maken, daar kan ik nog geen kwartier voor werken. Ja. Mag je daar een voorbeeld vertellen van waarom ik denk dat we dat je als advocaat met zoiets ook laat zien hoe je onderscheidt ten opzichte van je klanten? Ja, dat vind ik juist zo interessant. Ja. En ik mag de naam noemen, want volgens mij staat er een testimonial ook op de site van Hugo, maar de directeur van MultiTankCard belde mij. Een tijdje geleden alweer met Menno, kan je me helpen met een NDA? Ik heb een geheimhoudingsovereenkomst nodig. Dat heb ik gezegd. Non-disclosure agreement. Zeg Patrick, dat kan. Ik zei, je kent Solf, je kent mij, je weet waar we voor staan, je weet ook een beetje wat we kosten. Ik zei, ik heb twee keuzes voor je. Ik ga het maken. En dan weet je ongeveer in welke bandbreedte je moet zitten. Maar ik daag je uit. Ik zei, ik denk dat jij in vraag Hugo je NDA ook zelf kunt maken. En ik denk dat je dat in een kwartier voor elkaar kunt boksen. Nou, moest ik even uitleggen wat het was. Hij is aan de slag gegaan. Hij belde me niet binnen een kwartier, maar hij belde wel binnen een half uur terug. Zei hij, Menno, het is precies wat ik zocht. Ja. Ik heb gewoon mijn eigen NDA gemaakt. En toen dacht ik, bam. En hij belt wel nog met mij voor zaken waar hij weet, daar kan Menno waarde. Als er een paniek is met een datalek of iets anders, waar je boardroom je toegevoegde waarde kunt uiten. Of het nou ook een document is of niet, onderhandelen, dat kan Hugo niet. Maar die dingen waar je, wat wij dan het low-end werk noemen, even onderbiedig gezegd productiewerk, voor jouw gevoel knippen en plakken, want dat was ook precies wat je zei. Daar is nu het alternatief Hugo en dan moet je ook nee durven zeggen. Dus wij zeggen ook, weet je, je moet het gewoon niet aan ons vragen. Want wij kunnen dat nooit voor een prijs doen je kan niet bij voor Hugo voor dezelfde kwaliteit het krijgt. Dat gaat gewoon niet. Maar wij laten wel zien dat we waar we wel waarde toevoegen, namelijk als jij een conflict hebt in het kader van het contract en er moet geprocedeerd worden of er moet flinke sommatiebrief de deur uit, daar kan Hugo je dan weer niet bij helpen. Maar daar kan een advocaat je wel bij helpen. En dat is waar wij op inzetten. Dat high-end werk waar je waarde toevoegt, dat is waar je als advocaat op moet inzetten. Daar moet je focussen. Ja, krijg je kritiek in je beroepsgroep? Want dit is klassiek. Zijn dit dingen die altijd van buiten vaak gebeuren? Hè? Ja. Dus dat mensen zeggen van nou dat gaan we, zoals het tegenwoordig heet, was even disrupten. Die veel te dure contracten tikkers. Ja. Maar jullie doen het voor onszelf. Ja. Levert dat je problemen op binnen het wereldje? Nee, niet problemen, maar ik zit hier en daar in een bestuurtje van een redactie met advocaten die net als ik veel verstand hebben van die techwereld. Het zijn allemaal hartstikke goede advocaten en op z'n Amsterdam zijn met een gebbetje hebben we daar natuurlijk wel eens over. Want ik geloof erin en of we hebben dan met Hugo het wiel zo daar hebben uitgevonden dat wij sky high gaan. Ja, dat weet ik ook niet, dat hoop ik. Maar dat dit iets is waar het naartoe gaat, er gaat nog ongelooflijk veel gebeuren en er moet heel veel gebeuren in de conservatieve advocatuur. Daar geloof ik heilig in, maar ja, er zitten bij mijn redactie ook mensen die zeggen, Menno, het zal me wel, maar weet je, wij denken gewoon dat je ook als advocaat met een business kunt draaien waarin je kunt leven van NDA's. Ja, ik denk dat je daar op termijn dat je het daar niet van moet hebben. Eigenlijk zien we natuurlijk al alles wat geautomatiseerd kan worden, zal geautomatiseerd worden. Dus moet je, wat overblijft is, waar je toegevoegde waarde biedt boven de
En je noemt iets heel interessants, hè? Dus inderdaad notariaat. Ik denk vanuit, we nemen subsidies. Hè? Dus wij zeggen altijd, dit is het eerste blaadje op zeg maar, de vraag Hugo Roos. Namelijk hè, een stukje contracten. Dat kan natuurlijk meer hè, met je Netflix-model. Maar er zijn nog heel veel aanpalende doelgroepen waar je dat ook kunt doen. Ja, het notariaat, jij noemt het al. Dat is een van de dingen die mij dan zo stoort. Als gewone burger die nog wel eens naar de notaris moet. Denk, ja, waarom moet dat nou zoveel kosten? Dat is toch allemaal standaard? Ja, nou ja, en dan denk ik, dan heb je dus, als jij dus de toegevoegde waarde niet meer ziet, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Ja. Nou, die gaan bij mij, dan rinkelen, want bij het notariaat denk ik, de enige functie van mij die dat nog heeft, is dat de enige manier is om dingen vast te leggen. Ja. En weet je, daar komen daar natuurlijk alternatieven voor. Ja, en wie daar last van heeft gehad, we weten allemaal van de HEMA-notaris. Ik vind dat echt... Ja, dat was denk ik de online notaris in de notendop. Ja. Briljant idee. En wat gebeurt er dan? De man achter, zeg maar, de notaris achter het idee met de HEMA is door zijn eigen beroepsgroep, die heeft problemen gehad. Die heeft gewoon een klacht aan zijn broek gehad. Ik weet even niet hoe het is afgelopen. Nee, weet ik ook maar daar merkte je dus dat ze het niet konden hebben dat er iemand out of the box, disruptive zoals je zo mooi zei, is gaan schakelen. Terwijl dat wel is wat we willen. Ik bedoel, Uber heeft natuurlijk datzelfde. Iedereen wil Uber. Maar het zit ze aan alle kanten tegen vanuit de taximarkt. Terwijl klanten willen dat dus wel. En jij wil dat dus ook met je notaris. Ja, dat gaat er dus gewoon komen. Ja, linksom of rechtsom. Tuurlijk. Ja. Hey, waar zit, of ik had eerder over die technologieën, hoeveel AI zit er in artificial intelligence in wat jullie doen? Nou, dat is eigenlijk, dat, zo zou ik het eigenlijk nog niet willen noemen. Maar welke toekomst zie jij voor nieuwe ontwikkelende technieken bij... met name bij het op maat maken van zaken. Is er meer mogelijk dan nu kan? Ja, wat ik wel begrepen heb, dat heb ik dan zelf nog niet gezien, maar dat inderdaad, hè, iets wat jij al eerder zei, dus software die contracten kan beoordelen. Nou, op het moment dat je een AI iets hebt wat een contract kan beoordelen, dan denk ik dat de stap naar dat hij het contract ook voor je gaat maken dan niet zo groot is. En dat gaat er denk ik wel komen. En misschien is het in Amerika er al, maar daar gaat het absoluut naartoe. Wat wij nu met Hugo doen is dat we een nieuw label, maar wel onder de Hugo groep, hebben gelanceerd. Dat noemen we InstaTree. En tree als in dus het Engelse boom. Waarin dit zeg maar het Netflix model. Hè, dus hier zit content in en daar moet je het mee doen. Voor ondernemer en de kleine bedrijven. Maar we willen natuurlijk ook de stap zetten naar de grotere bedrijven. We willen eigenlijk ook in de advocatuur zelf iets gaan doen. Waarin je eigenlijk op basis van die slimme vragenflow aan de achterkant, als het ware, je eigen content kunt maken. Dat is een soort white label gedachte. Met je eigen templates, met je eigen documentatie. En dat je dat of voor jezelf gebruikt intern. Hè, dus eigenlijk een soort contracten of een soort documentengenerator, als ik het even onderbiedig zeg. Binnen bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Of dat je zegt, je kunt als advocatenkantoor met de tooling, met die white label motor van Hugo, ook gewoon je eigen klanten gaan bedienen vanuit het businessmodel en de look and feel die er zelf aan wil hangen. Ja. Dat is in ieder geval voor ons een volgende stap. En dat we vanuit de technologie nog veel meer willen. Ja, er is sowieso nog veel meer te doen. Want een van de dingen die mij onmiddellijk... Dit was het begin. Als techneut, ik ben geen techneut, maar veel gebruiker van dit soort tooling, mij onmiddellijk opviel. Dat is dat toen ik dat huurcontractje weer... kom ik weer op terug, want... Zit het je nou dwars? Nee, maar het werkt... Ik doe dat altijd in de uitzending en dat praat heel leuk. Want ik heb net iets met jullie gedaan. Wat mij onmiddellijk opviel is dat jij niet even voor mij checkt, wel dat wel kan, technisch, is of degene met wie ik dat huurcontract maak eigenlijk wel tekeningsbevoegd is voor de BV die ik daar intik. Goeie tip. Ja, en feedback is welkom. Want juist dit gaan al die contracten op nat. Dat ondernemers niet checken of degene met wie ze een contract maken wel tekeningsbevoegd is. Ja. Het zit er niet in. Ik denk, hé, het valt me toch tegen. Zoals ik zei net al, we zijn pas aan het begin. Dus ja, dit is absoluut dus dat kun jij feedback. Zo, die ga online, ik mee terugnemen. Kun je online zo checken? Ja, die ga ik mee terugnemen. Daar hoop ik dat we daar ook iets mee gaan doen. En nogmaals, ik ben niet degene die het heeft gebouwd en gecreëerd. Nee, maar... Ik praat er graag over. Disclaimer. Maar, nee, geen disclaimer. Want ik sta voor met het hele team nogmaals voor dit product. Maar feedback is zo ongelooflijk belangrijk. En technologie is nooit klaar. Dus we zijn ook niet klaar. Dus ik neem dit zeker mee terug. Hey, vraag van Johan Schaap op Twitter. Die vroeg net al van toen jij het over NDA's had. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat je überhaupt geen NDA nodig hebt. Wat ik ook altijd zeg als mensen willen dat ik er een teken.
omdat je er niks aan hebt als het tot een rechtszaak komt. Maar goed, dan zeg ik, vraag van Johan Schaap, en dan gaat het mij niet over de NDA, maar een deel van de contracten is natuurlijk ook helemaal niet nodig. Net zoals een deel van de verzekeringen niet nodig is. Adviseer je dat ook, als dat langskomt? Ja, misschien dat Johan even iets specifiek wil maken, welk deel van de contracten hij denkt dat niet nodig is. Nou, het voorbeeld zei ik even die NDA, jij noemde het zelf. Dat zijn nou typisch van die dingen waarvan je heel vaak afvraagt. Laat ik je een ander voorbeeld geven. Ik denk namelijk dat een geheimhoudingsovereenkomst wel belangrijk kan zijn onder omstandigheden. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld zelf wat minder in geloof is een intentieovereenkomst. Want als wij een intentie hebben om samen iets te doen, gaan we dus heel moeilijk ingewikkelde contracten uitonderhandelen waar we slechts de intentie vastleggen. Ja. En dan denk ik, dan heb ik liever dat wij gewoon samen iets gaan doen. En als we denken, dit is het, dat we dan gewoon het echte contract maken. Ja. Dus dat vind ik wel een voorbeeld waarvan je zegt, ja, moeten we dat nou met z'n allen wel willen, zo'n intentieovereenkomst? Maar ja, ik denk wel dat de contracten die in Hugo zitten, ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd, maar dat dat wel iets is waar je als ondernemer vroeg of laat een keer mee te maken hebt. Het kan wel heel goed zijn dat jij nooit een traject hebt waar een zware geheimhoudingsovereenkomst voor nodig is. Hoe prima. Maar ik denk dat er ook voorbeelden zijn dat het toch wel heel handig is dat je even een papiertje je kroonjuwelen beschermt of iets anders. Of een ander contract wat erin zit. Hey, een naam is altijd heel belangrijk voor een bedrijf. Waar komt Hugo vandaan? Ja, Hugo komt uit de spreekkamer bij Solf. Ja. Dus bij Solf hebben we een spreekkamer die is genoemd naar Hugo de Groot, hè, de man van de boekenkist. Ja. En toen het idee met Tim, die bij Solf was, die heb ik zelf ontmoet in Silicon Valley in 2014. Het idee opkwam van hij vanuit zijn crowdfunding achtergrond, wij vanuit contracten, van, kunnen we niet iets verzinnen dat gewoon klanten sneller en beter worden geholpen. En we dus de basis van het idee hebben bedacht. Toen dachten we aan een naam en toen was het van, ja, we zitten Hugo. Vraag Hugo en het Duits en het Frans en het Engels ook nog een beetje uit te spreken. We hebben dus ook internationale ambities, zoals je hoort. Het is gezegd, dat is wat we gaan doen. De volgende vraag. En, ik moet je eerlijk bekennen, alle Hugo's die ik ken, nee, niet allemaal, maar 8 van de 10 Hugo's die ik zeg maar even statistisch gezien ken, zijn ook jurist. Dus Hugo is wel een jurist. Ja. Serieus. Ja. En er zijn natuurlijk genoeg die er niet zijn. Ja. Maar ik ken, en het logo van Hugo is natuurlijk ook een brilletje. Dus we proberen wel een beetje. Het is echt een Hugo. Het is echt een Hugo. En het moet natuurlijk wel een beetje. Het moest niet de Marlboro-man zijn, maar ook niet een andere tech-nerd. Hè. Dus je moet een beetje het gevoel hebben dat hij de jurist is die je zoekt. Ja. Hey, en jullie hebben best veel concurrentie. Jazeker. Waarin onderscheiden jullie je van? Want ik kon er zo wel een stuk of 2, 3 vinden. Die ik denk op 2 manieren. We hebben het businessmodel omgedraaid. Hè. Dus je kunt aan 1 Hugo helpt je met het zoeken naar als je het niet weet. En jij wist nu, ik heb een huurcontract nodig. Maar neem even funding. Als jij niet weet, moet het een converteerbare lening zijn? Moet het een aandeelhoudersovereenkomst zijn? Een termsheet zijn? Een gewone lening of nog iets anders? En met een paar korte klappen zegt Hugo, afhankelijk van je antwoorden, oh, nou, dan is voor jou bijvoorbeeld een converteerbare lening, een goed document gaan maken. Ja. 2, je kunt het contract maken zonder te betalen. Dus je kunt met Hugo spelen. Dus niet eerst betalen en dan maar hopen dat in een grabbelton van templates je vindt wat je zoekt. Nee, je maakt het hele document. En pas op het eind zegt hij, wil je het kopen, abonnement, document. En Hugo is nadrukkelijk niet bedoeld als lead generator voor Solf. Hè. Dus, en dat was natuurlijk wel een beetje gedachte van de HEMA-notaris. Nogmaals, briljant idee. Ja. Maar vrij snel buiten de band breken en dan moet je toch even bellen. Ja, viel me bij de concurrentie ook wel op dat dan heel nadrukkelijk wat steeds gezegd wordt, als het dan klaar is, van check eventjes nog met ons kantoor. Ja, dat is dus hele klassiek. En dat snap ik wel. Hè, om je in de fuik te krijgen en dan alsnog. Ja, nou ja, niet flauw bedoeld, hè, maar zeg maar die dure juristuurtjes proberen te verkopen. En wat ik je net al zei, wij hebben vanuit het advocatenkantoor gezegd, hè, we denken dat je hier zelfredzaam kunt zijn. Ik geloof daar ook in, je moet mij uiteindelijk het liefst zo min mogelijk bellen. Dus dit is iets dat we buiten Solf zetten onder een andere brand, waardoor wij onze handen vrij houden met daar waar je wel denkt dat ik waarde toevoeg. Ja. Dus geen lead generator voor Solf. En het is ook niet de bedoeling dat je. We denken wel dat Powered by Solf helpt om het te vertrouwen. De betrouwbaarheid. Voor de betrouwbaarheid. Maar dat moet, hè, dat is die hygiënefactor die ik al eerder zei. Maar wij hopen vooral niet dat je dan nog daarna Solf gaat bellen.
Mijn slotvraag, hij heeft er vast nog een paar. Internationale ambities, ja. Zei je al. Ja. Lijkt me best ingewikkeld, want dit is ook heel erg taal. Dat plat slaan van contracten en kijken hoe je dingen formuleert, hoe je dat automatiseert met al die variabelen. Ja. Lijkt me best een ingewikkeld ding. Nee, dat klopt. Dat zijn twee aspecten. Sowieso, hè, de documenten die hierin zitten zijn geschikt voor het Nederlandse recht. Dus de Nederlandse markt. Nou, zodra je dus in België, Engeland of waar dan ook zit, hè, dan moeten de documenten vanuit die markt zijn. En dan is nou, neem België. Daar zijn we ook concreet mee bezig. We zijn dichtbij een deal dat we dus met dat Instatree-label, dat het in België wordt gelanceerd. Dus daar komt dan uiteindelijk eigen content met waarschijnlijk ook een eigen look en feel. Maar dan zit je dus dat het in het Vlaams en het Frans. In het Frans moet. En wat ik begreep, ook in het Engels. Maar als dan heb je dus drie talen voor één, zeg maar, jurisdictie met een mooi woord. Maar deze partij heeft gezegd, wij willen dan ook daarna snel de stap naar Frankrijk maken. En dan hebben ze ook meteen de taal. Dus als je die stap hebt gemaakt, dan kan je daarna natuurlijk wel gewoon schalen. Maar per land speelt hoe dan ook dat het moet wel, het moeten documenten zijn die geschikt zijn voor het recht van het land wat daar geldt. Dus je moet met lokale mensen maken? Ja, absoluut. Dus het is niet schaalbaar vanuit Nederland? Je moet echt niet met deze, maar precies. Dus dat Instatree natuurlijk wel. Want dan geven je eigenlijk het gereedschap in plaats van zeg maar het product. Ja. En dan met het gereedschap kun je zelf helemaal losgaan. En dat is denk ik een heel schaalbaar model. Ja. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd waar jullie staan over een paar jaar. Nou, ik kom het graag, als het mag, van jullie kom ik het graag nog uitleggen bij deze sollicitatie. Dat vinden wij ook leuk, dat doen we juist graag, vervolgverhalen. Maar Stekel, ik heb geen ander, als een verhaal rond is, dan moet je ook niet doorvragen. Dan is het rond. Heb ik geleerd, dus ontzettend bedankt en we zien je graag. Jullie ook bedankt. Terug. Ja, jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week dinsdag zijn wij er weer. En je weet, je kunt ons hele archief terugzien via fastmovingtargets.nl, via YouTube. En als je liever luistert, dan kun je ook alles als podcast beluisteren. Dag.